Marktkooplui op de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam stonden zaterdag stil bij de plotselinge dood van Addy Bajens. Ze was een van de vaste gezichten op de markt. De marktkoopvrouw overleed dinsdag terwijl ze in haar eigen cosmetica kraam stond. De dood van Addy was een schok voor haar collega's. De marktkoopvrouw stond al sinds jaar en dag op de markt. Tot 5 jaar geleden was dat samen met haar man Johan. Maar hij overleed in 2013 na een slopende ziekte. Daarna besloot Addy om zelf door te gaan. Mark Kooplui had Addy's kraam aangekleed met een zwart laken en kaarsen. Ook lagen er bloemen en een condoliansregister.